opname starten. Dat is altijd wel heel makkelijk om te doen, de opname starten. En dan zal ik ervoor zorgen dat de railmap nog eventjes aanstaat natuurlijk. Dat je kunt zien waar ik, eigenlijk nou heen ga. Even kijken. Follow. Yes. Ik heb echt wel een actief scenario, dat weet ik heel zeker. Even kijken of die hem nu volgt. Ja, komt door de pauzeknop. Even op broadcast drukken. En hoppatee, nu sta ik ook op de map. Goed, we gaan eventjes in de cabine. En weliswaar even aan de goede kant. Zo, die gaan we even naar voren doen. En de AFB eventjes aandoen. Even zien. Dit vind ik irritant zo, ga weg. En even kijken. Zo, die op 40. Remmen er vanaf. Frontzijnen natuurlijk. Ja, in ieder geval de Van Gogh repaint. Die is er in ieder geval, de Van Gogh repaint. Nou, als het goed is komen we nu in beweging. Jawel. Eindelijk. Niet al te snel alsjeblieft. Niet al te snel. Zo. Even kijken, staat hij niet te hard? En er komt nog een firm voorbij, uiteraard. Nog eventjes firms. Hehe. Nou. Goed, ik ben dus... Oh. Oh nee, dat is niet van ons. Ik dacht dat het ons zijn was, maar dat was niet zo. Ja, turbotrein, alles. Maar goed, ja, ik was dus afgelopen weken was ik even lekker druk bezig om mijn... om mijn stream PC compleet opnieuw te installeren. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar goed. Wel eventjes remmen hier. Zo. Jammer dat deze lok geen ATB heeft. Hey Remco, bedankt voor de bits, party. Even kijken, mag ik trouwens? Is dat toevallig omdat ik mat 64 stellen moet aankoppelen? Dat hij daar op mijn brood staat? Even kijken, waar ben ik? Ik ben hier en mijn spoor die ligt zo goed als klaar. Ja, het zal dus weer te maken hebben dat ik mat 64 materieel moet aankoppelen. Okidoki. Nou. Hij is dus approved. Aan de andere kant. Oh, dat bedoel ik niet. Ja, ik moet control doen. Scheuren met die hype, inderdaad. Jij zag een firm 10, Daan. Heb jij even geluk dat je een firm 10 zag? Zo. Ik weet zeker dat dit geen mat 64 stellen zijn waar we nu heen rijden. Ah, stond in je instructie. Ik hoef alleen nog niet weggelicht te worden, nee. Oh nee, de instructie heb ik natuurlijk grotendeels gemist, hè. Omdat ik hem van pauze afhaalde. Zo. Nou, staan we er dicht genoeg tegenaan. Zo, goeiedag. Dat moest even. Klik. Rijd nu weer naar spoor 333. Nou, dikke prima. Eventjes omwisselen. Remmen er vanaf. Koppelwaggie, inderdaad. Koppelwaggies. Nou, eventjes weer het signaal approven natuurlijk. Ja, dankjewel Kevin. Dat was eventjes nodig. Zo, we kunnen hem eventjes nu uit laten rollen, denk ik. Goedemiddag, Stefan. Zo, we gaan een beetje weer eraf. Kapot met die straal op. Heb ik misschien weer wat fout gedaan? Iets wat ik gewoon weer niet helemaal in de gaten had. Zo. Mooi, we staan stil. Eventjes hier wachten.
Nou nee, scheuren lijkt me niet handig op een rangeergebied natuurlijk. Want ja, moet natuurlijk wel gewoon even netjes, netjes fit worden. Ja, het is inderdaad wel een bekend scenario, Rob, inderdaad. Jij hebt die een paar weken geleden heb je die gespeeld, als het goed is. Dus dat kan inderdaad nog wel eens kloppen. Koppel nu met de mat 64. Oké. Nou. Even weer de andere kant op. Even weer permissie vragen, I guess. Approved. Oh, dat was niet de bedoeling. Zo. En de mat 64 toestellen die worden trouwens helemaal naar Arnhem ingebracht. Dus even kijken wat deze rit allemaal voor ons in petto heeft. Oh, de bovenleiding is onderbroken. Zal ik eens weer een keer goed in de gaten houden. Even een klein beetje voorzichtig doen. Zo. Eventjes. Hoppatee. Remmen los. Mooi. Rijd nu naar Arnhem Spoor 2. Nou, dat is dikke prima. Even kijken. Die matten hebben dus niet de pantograaf op. Dus dat betekent dat ze compleet niet zullen meewerken. Oké, dan weten we dat alvast. Even nu een beetje voorzichtig optrekken dan. Oh, wacht even. Is hij? Ja, hij is van ons groen. Oké, moest ik even zeker weten. Nog een keer. Zo. Ja, dit is momenteel Deventer. Ja, stream is inderdaad in 1080p inderdaad. En 60 fps. Deze moet momenteel naar Arnhem heen. Tijd voor F1. Formule 1. Oh, dit is wel de pantograaf omhoog. Dus die zal wel iets min of meer doen, denk ik. Ik weet alleen niet wat, maar hij doet wel iets. Zo, even wat meer tractie geven. Die matjes kan hij makkelijk meetrekken, I guess. Als het goed is, is er één toestel die... Ja, deze heeft de pantograaf wel omhoog. En die maakt ook gewoon wat meer lawaai. Heerlijk. Verkeerde... Heb ik de verkeerde pantograaf omhoog, ja? Oh ja, het moet de derde zijn, hè? Dat kan toch wel, dacht ik, of... Hey, X-shooter, bedankjewel voor de bitch. Voor de bits! Ik bedoel, bedankt voor de bits! Sorry! Oepsie! Maar volgens mij... Wacht even, jongens. Kan ik mijn pantografen nu normaal omwisselen zonder dat ik die vegaspijkerbrems onzin krijg? Of moet ik mijn pantografen omwisselen als ik juist stilsta eigenlijk? Ja, die 89 gaat ook mee naar de sloop inderdaad, ja. Ja, klopt. Alleen ik weet niet of ik de pantograaf nu wel even mag gaan... Volgens mij kun je hem gewoon uitzetten. Als dit naar de knoppen gaat, is het jullie schuld. Hey Cleo, goedemiddag. Ja, ik dus ook niet. Nou ja. Safe. YOLO. Even kijken. Die gaat uit. Die gaat naar beneden. We rijden nog steeds. Oh.
Oh, het is niet mogelijk als je rijdt. YOLO. Ga gewoon stilstaan. We hebben toch geen tijd. Even stil gaan staan. Kan wel minder op spoor. Ik moet even mijn... Nee, dat weet ik. Dat klopt inderdaad niet. Hier. Bingo. Nummertje 3. Oké, vriend. Oké. We hebben weer stroom. Yep. Nou, mooi. We kunnen weer vandoor gaan. Even kijken, maximaal 110. Oh, ik had hem net. Yep, bingo. Ja, Blame Virtual Railroad inderdaad. Als het goed is moet je die gewoon rijdend kunnen wisselen, dacht ik. Tenminste, dat zal wel heel normaal zijn. Echo's Warrior, bedankt voor de host. We trekken de koppelwagen aan flarden. Ja, dat sowieso inderdaad, ja. Zo, mijn geluid stond hier een klein beetje hard aan deze kant, maar goed. Wat we aan het vervoeren zijn. We zijn MAT 64 toestellen aan het vervoeren. We kunnen zelf nog in de passenger view gaan zitten als je dat mooi vindt. Kijk, gewoon lekker in de passenger view, niks aan de hand. La 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 la. Eens even kijken. Hey Bjorn, ik heb een vraag. Is jouw YouTube video safe? Je soms een scenario voor... Waarom even een scenario safe? Voor het geval je een temdump krijgt of zo, dan save ik hem nog wel eens. Maar dat doe ik de laatste tijd niet heel erg vaak meer hoor. Ja, eigenlijk alles wat ik nu aan het vervoeren ben, kan alles volgens mij gewoon direct naar de dingen heen. Naar de sloop heen. Alles wat ik met mijn vingers aanraak, kan gewoon direct regelrecht naar den sloop. Nou, dit gaat het toch weer niet goed. Ik weet alleen niet waarom die 8e MAT 64 nou zo'n pantograaf omhoog heeft. Vind ik zelf ook wel heel erg bijzonder, maar de reden daarvan weet ik nog niet. En ik doe het geluid van mijn kop, van mijn microfoon, iets lager, want ik zie namelijk dat hij continu best wel begint te spiken eigenlijk. Dus ik doe even ietsje zachter, zo. Dat is beter. Ja, ik heb wel begrepen dat Max inderdaad ook moet rijden deze middag. Maar goed, je kunt ook twee dingen tegelijkertijd doen. Je kunt een livestream kijken en je kan tegelijkertijd Max kijken natuurlijk. Even kijken, ik heb nog een Windows 98 PC waarop Microsoft Train Simulator draait. Kijk, dat zijn de diehards volgens mij, of niet soms. Hey Molenaar, goedemiddag. Ik kijk liever treinen, dat snap ik wel. Hey Flying Scotsman, how are you doing today? Nice that you are here. Ja, ik dacht ook dat je maximaal iets van 100 km per uur mag rijden. Wat deed Jansen in zijn livestream eigenlijk? Is het nou gewoon de bedoeling dat ik gewoon een dikke 140 km per uur rijd? Of, want ik zie in de briefing zie ik ook niks staan namelijk. Max Verstappen gaat ook weer naar de sloop. Jansen! Jansen, hoe hard mogen we? Dat is de vraag. Het antwoord op je vraag is, ja, dat weten we dus eigenlijk niet. Des te eerder bij Zutphen, des te beter. Ik krijg een beetje in de gaten dat mensen nog wel een beetje een baansnelheid. Oké, prima. Ik krijg een beetje in de gaten dat Oldenzaal en Hengelo Gezondheidspark of wat dan ook allemaal wel een beetje hyped is momenteel. Yep, baansnelheid. Lekker toch?
dit ziet ook al zo heerlijk uit, dit. Echt waar. Maar goed, ik heb ook gehoord dat Viltro... Wat? Die dingen zijn nog niet helemaal dicht. Ik heb ook begrepen dat Viltro Railroads een nieuwe trein heeft uitgebracht. Dat hij nou bezig is met de BR... Of nou, dat hij uit is. De BR 185.5, volgens mij. Dus dat is ook weer een nieuw Objectomania collectie toe te voegen eventueel. Oh ja, Siva inderdaad. Ik heb alleen mijn... ik heb alleen mijn eigen pedaal niet aanstaan, dus... Maar ik kan wel even proberen, even kijken hoor. Siva... Oh, dat mag gewoon. Prima. Nou, dan zetten we Siva even lekker aan. Oh, de 185.2 is van Viltro Railroads. Oké. Okay. Excusez-moi. Hey Tom, bedankjewel voor de bits. Vergeet de koplopers niet naar de hoogoven te sturen. Ja, dat moeten we inderdaad niet vergeten, inderdaad. Oh, ik moet even afremmen. Oh, wat een heerlijk geluid heeft die trein ook. Goeiedag, hé. Zo. Bliefjes knuppels in de is hype. De bogen vergeet je juist de boventrap neer te zetten. Daarvoor val je schuitje vaak buiten de bovenleiding in de... Oké! Okay. Nou ja, inderdaad wel iets van jammer, maar goed, kun je op zich ook niet gek van dat doen. Shut up, Siva. En de route is verder... Ja, inderdaad, de route is verder ontzettend nice. Eens. Deze route heeft inderdaad niet echt heel veel gebreken. Ook gewoon netjes overal... ja, FPS waar je het nodig hebt in ieder geval. Hier, Rupke. Welkom, leuk dat je er bent. Als ik je niet heb gezien, sorry. Beta 1.7 komt binnenkort van deze route. Ik zag het laatste op het treinpunt. Klopt inderdaad. Daar zijn ze inderdaad wel mee bezig, ja. Ja, nee, natuurlijk. Dit blijft allemaal handmatig bouwen natuurlijk, hè. Dus, ja, wat wil je dan eigenlijk? Je maakt ooit wel een keer ergens een foutje en die kun je gewoon door je, ja, kun je gewoon zelf verbeteren. Waar is eigenlijk Zwolle Roosendaal op treinpunt gebleven? Die is er vanaf gehaald. Die kun je volgens mij alleen nog op hun website vinden. Shut up, Siva. Niemand mag jou. Pas op, Zutphen, snel doorrijden. Yo. Ik zet Siva heel eventjes uit, zodat we een drive-by kunnen doen. Dat is geen drive-by. Oh, we gaan... min of meer langs het station heen. Alles is groen. Mooi. Dan ga ik even hier staan. Je had hem er niet vanaf moeten halen. Ja, welkom in Zutphen. Zutphen is inmiddels van zot van te worden. Ja, dat klopt wel een beetje. We hebben er zoveel over de laatste tijd. Er zijn best wel veel filmmaat 64 toestellen als ik het zo kijk. Ik zwaai naar Zutphen, ik was er gisteren nog toen ik uit Winterswijk kwam. Dat kan inderdaad wel kloppen, ja. Je hebt inderdaad van de Winterswijk heb je een aansluiting naar Zutphen. ICM, hype! Mooi. Terug naar de cabine. Terug naar belangrijke zaken en zo. even kijken, de AFB zet ik even op 80. Mooi.
In één keer goed. Tractie geven, please. Laat zeggen, een voorzichtig tractie geven. Zutphen, geen Zutphen of iets dergelijks. Oké, gewoon Zutphen, gewoon Zutphen. Die is niet meer op Treinpunt te vinden. De route op momenteel. Jawel, hij is wel ergens te downloaden. Op hun eigen website dacht ik dat hij te downloaden is. Ja, deze dingen die gaan helemaal naar Arnhem Centraal. Cleo, bedankt voor de wits, party party. Klavertjes, alles. Nee, het is dus de bedoeling, dit scenario gaan wij MAT64 toestellen gaan wij brengen naar Arnhem Centraal. Waar ze daarna naartoe gaan, I don't know. For the English people in chat, we're currently driving a BR100N89. And we're having a few MAT64. And we're bringing them to Arnhem. And yeah, that's the whole scenario. That's it. Nothing more, nothing less. There are quite a few, by the way. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste heeft nog zijn pantograaf omhoog. Nice. GG! Nou, even wat meer tractie geven. Ik trek de koppelingsplaat wel even uit, geen probleem. Lekker Ton. Ik ga even lekker eten maken. Nasi. Dat is wel heel erg lekker inderdaad. Ik kan ook eventjes lekker in de passenger gedeelte gaan zitten. Maakt allemaal niet uit. Ook al rijden we goederen trein. Passenger mag natuurlijk nooit ontbreken. Oh, het staat niet in de laatste. Even kijken. Kan ik ook in de laatste zitten? Is dit de laatste? Ja, dit was de laatste inderdaad. Nu zitten we in de laatste. Deze staat gewoon aan ook. Deze heeft de pantograaf omhoog staan. Weet iemand het volgende probleem op te lossen? Iedere 10 seconden of zo krijg ik een ronddraaiend cirkeltje in beeld. Dan zal het aan jouw internetconnectie liggen, ben ik bang. Ligt die winkel in Zutphen? Oh, Flying Scotsman, this is a route called Zwolle-Roosendaal. And the route is already beginning in Zwolle. So if you see the route over here. This all the way to here is S-Hertogenbosch. Okay, nice. Gaat tot zover. And here we have Zwolle. So it's a very big route actually. But one of my favorites, I can tell you that. Dit is namelijk een van mijn favoriete routes die je momenteel kunt rijden. Natuurlijk heb ik nog wel wat andere routes, maar ik zeg gewoon altijd dat het een van mijn favorieten is. Er zijn eigenlijk vrij Nederlandse routes waar ik een hekel is ook een heel groot woord, maar die ik minder vind. Hoe minder de routes crashen, des te beter ze zijn. Zit er na Wiegen een knip in het spoor? Er is ook amper scenery na Wiegen. Ja, oké, maar ik denk dat dat ook wel door de routebouwer zelf is opgevallen. Dus ik denk dat dat nog wel verbeterd gaat worden. Ik zet die trouwens even uit, daar heb ik verder niks mee. Ah, oké. Daar is de hoorn. Wat op zich best wel kan kloppen inderdaad, dat de hoorn natuurlijk beneden zit. Je kunt er lekker makkelijk bij. Even kijken, ik denk dat de laatste mat 64 de panten omhoog heeft om de sluitzijnen aan te houden. Dat is inderdaad best wel logisch, stormtrein. Dat is best wel logisch. Eigenlijk moeten ze de route van VSM naar Dieren maken en dan de stormtrein rijden. Had gekund inderdaad, had wel gekund.
Maar ja, daar hebben ze natuurlijk niet voor gekozen. En elke routebouwer heeft natuurlijk zo'n goed eigen recht om zelf te beslissen wat hij gaat bouwen. Die Sira, als ik het goed zeg. Ik heb inderdaad die screens ook gezien. Als het goed is, op Facebook stonden ze. En ze waren laatst nog in Discord waren ze gedeeld. En ik moet je inderdaad zeggen dat ze echt heel erg mooi zijn. De screens van nieuw HSL. Ik ben op zich vrij benieuwd naar wat we allemaal kunnen verwachten daar. Ook heb ik gelezen dat Chris diverse objecten voor staat maken is. Dat is alleen maar mooi natuurlijk. Sluit zijn op 1500 volt. Jazeker, dat zijn best wat lampen die wat nodig hebben. Wie weet hoe ver het staat met Limburg? Ik heb geen idee, Molenaar. Ik moet ook zeggen dat de laatste tijd ik wat minder op treinpunt zit. En ook wat minder naar de routes kijk die in aanbouw zijn. Maar ik kan het best wel eens een keer weer gaan bekijken natuurlijk. Ik ben zelf een stuurong. En een flirt. Nou, even zachtjes remmen. Er is geen route in aanbouw in Limburg, voor zover ik weet. Ja, ik ook niet, zover ik weet, koplopen. Dus nou ja, kan zijn dat mensen iets meer weten dan wij. Overspeed, overspeed. Goed, we gaan even rijden langs station Dieren. Altijd de beste bende hier. Zo, nou, zijn die mensen op station zijn ook weer wakker volgens mij. Er is een repaint beschikbaar op de ICE3. Maar die werkt niet zo goed, want die sloopt je koppelingen en stroomafnemers. Oké, geweldig. Ik weet wel dat Rupke bezig is met een route, ja, maar ik zou niet meer zo heel goed weten waar hij naartoe gaat. Dan even een vraagje, wie heeft momenteel al de nieuwe BR185.2 van Virtual Railroads? Wie heeft die trein al gekocht? Tenminste, ik heb hem nog niet gekocht. Ik ben een beetje aan het twijfelen of ik hem wel moet kopen eigenlijk. Maar wie van jullie heeft hem al gekocht? Jep Rama heeft ooit iets gemaakt in Limburg, maar ik geloof dat het nooit serieus is geworden. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Noah, dit is de BR189. Heb jij hem gekocht, Dopke? Nice. Ja, hoe is het een beetje qua kwaliteit? Is het weer gewoon standaard Virtual Railroad? Of wat is jouw mening over de BR185.2? Hey Leonard, goedemiddag. Welkom. Leuk dat je er weer bent. Ja, dat maakt nog helemaal niet uit, Bert. Het is een algemene vraag en als je liever inderdaad kijkt, dat is ook helemaal geen probleem. Het scheelt dat kijken nooit geld kost. Ah, dan moet je inderdaad even terugkijken. Was het het eerste scenario trouwens met de B185? Dan kan ik hem gewoon direct in het begin kan ik hem terugkijken. Kan ik zelf ook eventjes oordelen. Eerste lok, ja, mooi. Nou, dan ga ik gewoon eventjes, eventjes kijken naar wat voor lok het eigenlijk is en of ik hem zelf ook ga halen. Ik heb trouwens genoeg euro voor de lint 41, want daarmee kan je zelf de deuren openen. Maar welke moet ik halen? De lint 41, dat is de BR 648 even uit mijn hoofd en die is van Rail Traction volgens mij. Even uit mijn hoofd. Mocht ik het fout hebben, dan moet je hem even corrigeren. Even kijken, zeer goed geluid.
Zeer goed, met beter geluid kun je... kun je de sound update op de... Oké, dat is die dus. En ja, wat Rob Jansen zegt inderdaad... Als je de lintjes wil hebben en alle reapers die Daniel heeft gemaakt op trainpunt... Dan moet je inderdaad de BR-648 van Rail Traction hebben. Want die van Steam die gaat er inderdaad niet op werken. Bijna bij Velp. Mooi om daar een drive-by te doen. Ja, dat kan ik op zich wel doen. Daar heeft van die mooie scherpe bochten. Ja, die van Rail Traction is ook wel beter. Alleen daar kun je ook weer een sound update overheen gooien, hè? Volgens mij. Volgens mij kun je op die van Rail Traction kun je ook een sound update gooien. En die klinkt op zich best wel goed. Ja, voor mensen die dat willen weten waar ik rijd. Je hebt inderdaad de train map waar je eventjes kunt kijken waar ik live aan het rijden ben. ICM Leeuwarden, dat is een mooi stukje. Hè? Oké. Abrupt einde van het scenario, dames en heren. Een AI collusion. Niemand weet waar, maar dat is kaboom. Oké, helaas pindakaas.